Wij zijn geen iPad-school. Wij zijn een school die gebruik maken van de iPad om het onderwijs te verbeteren, om het onderwijs boeiender te krijgen, zodat we de kinderen kunnen leren wat ze nodig hebben over 10 jaar. Ik zie dat die iPad heel veel mogelijkheden biedt om op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. Ja, wat ik het mooie eraan vind is dat het gewoon net zo makkelijk gepakt kan worden als een boek en overal gebruikt kan worden. En dat is zeg maar heel veel fijner dan de desktop die zeg maar vast op één plek in de school staat. Op dit moment wordt de iPad op 2 manieren gebruikt. Software die de methodes ondersteunt, die zeg maar op de iPad makkelijker verwerkt kunnen worden, omdat het een klein apparaat is wat je gewoon lekker op je tafeltje kan gebruiken of waar dan ook. En de andere kant is, wat ik nu zie, is dat er filmpjes gemaakt worden waarin kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. En dat is zeg maar een andere manier van werken. Daarin kunnen ze hun creativiteit veel meer kwijt. De ondersteuning vanuit de Rolfgroep is eigenlijk pas sinds kort. En wat ik mooi vind in de gesprekken die we tot nu toe gehad hebben, is dat het een soort van samenwerking is. Het is niet de partij die spullen wil verkopen, maar samen met mij aan het nadenken is, aan het kijken is in hoe we dat onderwijs kunnen inrichten. Ik vind het wel mooi dat zij ook nieuwsgierig zijn naar wat er mogelijkheden zijn en wat zij daar vervolgens in kunnen betekenen in het grote geheel, maar ook voor mij als school.